We zijn in Ankarede, het Sami-dorp. Ankarede is zeker sinds 1820 in gebruik als gebeds- en Sami-begraafplaats. En is de enige kerkstad in Jämtland die nog steeds in gebruik is. De eerste kapel werd ingewijd in 1820. In 1896 werd een nieuwe gebouwde kapel ingehuldigd. Huh? Een slot op een tent. Geweldig, hè? Er staan ongeveer 30 houten hutten, enkele kerkhuisjes en schuren. Hier is de rivier. Hier, daar woont Arnie. Zo goede tijden, slechte tijden. Ja. Pas sinds 1931 is Ankarede anders te bereiken dan te voet of per boot. Toen werd er namelijk een weg aangelegd. Even op het bruggetje kijken. Dan gaan we die kant op. Lekker helder weer. Jeetje. Kijk echt op de bodem, hè? De boltrappen. Jeetje, wat een trap. Is dit deze trap erger dan de kwaal? Of, of het is de tand destijds? Hey, hallo! Nico gaat klimmen. We zijn in de takken. Mooi, hè? Mooi. We doen? Ja. We zijn bij de koraalkrot dan, maar die kun je alleen met een guided tour doen. Dan zouden we weer naar Gerrede moeten. Nou, dat doen we niet. Bovendien is het 8 kilometer lopen heen en terug. Dus we kijken het wel op YouTube. Maar dit is wel heel mooi. Het blijft natuurlijk weer een uitdaging om hier te komen, maar... Ik nam mijn natte poten weer. Oeps. Oh my god. Ik leg een stok neer en ik val erover. Hier is een paadje. Dus is net iets droger. Man. Sorry, plantjes. Wauw.
wil niet zwaaien. Ja, hallo. Joehoe. Goedemorgen. Of wij hier rustig staan. Nou, echt. We staan op een gewezen camping. Het staat als camping, maar er is niemand. En er is ook niemand op de weg. Geweldig. Nou, kijk. Dan hebben we hier het begin van de stekkerjok. En dan hebben we de regels. Het is een bird protecting area. No access for the public except on the road. Dus we mogen niet van de weg af. En dat geldt voor dit hele gebied. Vogeltjes worden hier beschermd. We zitten in het... Hé, hier is een wc. Dat wist ik niet. In het Skarnia gebied. Nou, hier is een hele mooie route. Je mag niet van de weg af, hè? Kijk, hier loopt hij zo het veld in. Over een pad. Op mijn slippers. Even om het bochtje kijken. We gaan nog even naar een waterval. We moeten ietsje voor terug. Zijn we gisteren voorbij gereden. Dit is toch... Het is nog steeds koud. Maar wel een blauwe lucht. En een zonnetje. Dat is toch helemaal mooi. Nou, we gaan gauw terug. Voor de vogeltjes boos worden. Ik hoor ze overal piepen. Het zijn de meest krampsvogels die ik heb gezien. Hier ligt sneeuw. We zitten op 550 meter. Dus zo hoog is het ook weer niet. Kijk, dit is ook rendiergebied. Leuk, hè? En iets verderop staan de borden. Die gooien ze dus dicht de hele winter. Dus dan kan je er niet meer in. Nou, gaan we naar onze verlaten camping. Die nu echt verlaten is, behalve ons. Want er stond nog wel een camper naast ons. Die is dus blijkbaar vertrokken. Geen idee wanneer. Niet gehoord. Maar je hoort dus ook alleen maar waterstromen. De hele nacht waterstromen. Dat het 5 euro kost. Nou, sorry. We doen het even niet. Hier stond ook een campertje gisteren. Dit is ook een hemelsplekje. Er ging weer een krampsvogel door het beeld heen. En aan deze rivier staan we dus. Nou ja, je kan hier het pad volgen. Ik weet niet of het uitkomt, maar... Zal hij het langs de rivier lopen? Ik zal proberen niet in de zon te schijnen. Hé toch? Koude nachten, krijg je dit. En we staan hier een beetje alleen. Ja, niet recht, zoals je het ziet. Vogeltje. Even achter de camper langs. Hebben ze het toch weer allemaal weggekregen. Nee hoor.
Waarschijnlijk zijn ze vroeger pad gegaan om een plekje op de stikkenjok te krijgen. Nou, dan ga ik even naar beneden. Man, wat hemels. Het zal smeltwater zijn, dus een lekkere duik. Daar in de bocht stond ook een klein campertje. Ook weg. Geweldig, hè? We rijden vandaag dus een klein stukje terug eerst naar de Gaustavallet. De Gaustavallet is een kleine, maar zeer krachtige waterval in de rivier Gausta, met een hoogte van circa 7 meter. Het is een van de mooiste watervallen in de regio. Na dit mooie schouwspel vertrekken we dan op naar de Stekkenjok door een adembenemend landschap. Nou, van een vogelgebied mag je dus niet van weg. Misschien zie je nog wel een vogel. Schutzgebied. Sneeuw in onze zomervakantie. Dan zien we sneeuw. Stekkenjok is de hoogste geasfalteerde weg van het land, die je op zijn hoogste punt tot 876 meter boven zeeniveau brengt. We staan op 876 meter hoogte, vlak bij de Stekkenjok. Maar we stoppen om het kwartier, want het is zo mooi. Dus we staan alweer. Even eten. Nou, ik geloof dat Nico de afwas doet. Of die hem opbergt. Dit is toch geweldig? Als ik jullie mag. Thank you.
Goed om te weten, dit gedeelte van de weg is alleen open van 6 juni tot 15 oktober, vanwege de enorme hoeveelheden sneeuw die er in de winter vallen. Het Stekenjok Plateau is een beschermd Sami erfgoedlandschap, waar rendieren grazen en zeldzame vogelsoorten gedijen. De Sami-naam voor Stekenjok is Stikken, wat de plaats waar rendieren wonen betekent, en het woord jok, wat Sami is voor waterloop. Er bevond zich een kopermijn in dit gebied, totdat deze in 1989 werd gesloten. We zitten op Stekenjok. Hoe zit het hier, Niek? Lekker, hè? Net zijn mond vol. Mooi, hè? Altijd zo de bij jou. Ja, ik wacht er ook op. Nou, we hebben het bereikt, hoor. Stekenjok. Of Stekenjok. Soms staat er Stekenjok, soms staat er Stekenjok. Staat Stekenjok in het Sami? Ja, een Stekenjok stond erboven. Nou, we zitten hier lekker in het zonnetje. Heerlijk, in de sneeuw. Apres-skiën. Sneeuw. Bergen. Water. Geen rendieren. Ik denk dat we 4 vogels hebben gezien, dat is het. En er drijft zelfs ijs in het water. Hier hebben ze edelmetalen gedolven. En daar hebben ze nu een zandpit van gemaakt. Wat zie je? Hier hebben we een klein eilandje. Dat hele kleine eilandje, ja. Daar zitten broedvogels op. Op dat kleine eilandje? Ja, eilandje. Ja, dan pak ik even mijn andere camera. Nou kijk, alert in actie. Kwijt. Ja, dat is liever. Niet zeggen dat ik hem kwijt ben. Ik heb alleen niet op de sneeuw. Dat was wel een heel klein vogeltje. Dat is gele sneeuw. Dat is gele sneeuw, ja. Dat is verdacht, hè? Gele sneeuw, elandenplat. Nou, die zitten in bossen, dus dan moet het rendierenplas zijn.
Nou, hier zie je, het schramt ons weer. Vanavond is het weer droog, zegt hij. Nou, dan moet het goed gaan. Mogen wij ook eens een keer regen hebben, hè? Daar bij. We zitten in de buien. Kom zo ertussen. Ik vind het wel mooi weer. Daar regent het. Daar regent het. Gaan we binnen. Zo. Dat is waaien. Help. Deze moet ook in de gaten houden hoor. Die. Ja, kijk. Mooi weer. Hier valt het wel mee hè. Net in de zon. Zo! Ja, maar je kijkt zo lekker naar voren, hè? Er is niks aan de hand. Klopt, ja. En ja, wij zagen het bij het wandelen al, we moeten terug, want er komt wat aan. En daar ging het al in het regenen. Ja, dat komt helemaal goed. Buitje van het stof.